Bij positieduizeligheid, ook wel BPPD genoemd, heeft u aanvallen van draaiduizeligheid wanneer u uw hoofd beweegt. Bijvoorbeeld bij vooroverbuigen, omdraaien in bed of omhoog kijken. Een aanval duurt meestal hooguit een minuut. Tijdens een aanval kan het zijn dat u misselijk bent of zelfs moet braken. Uw evenwichtsorgaan bestaat uit 3 cirkelvormige buisjes in het binnenoor. In die buisjes beweegt een vloeistof mee met de bewegingen die u maakt. We denken dat gruis in die vloeistof u duizelig kan maken. De zogenaamde Epley-beweging kan ervoor zorgen dat het gruis verdwijnt en daarmee ook de duizeligheid. Uw huisarts zoekt uit welk evenwichtsorgaan, links of rechts, de duizeligheid geeft en doet daarna de Epley-beweging samen met u. Soms is na 1 beweging de duizeligheid al weg. Is de duizeligheid niet meteen weg, dan kunt u de Epley-beweging na een week nog een keer samen met uw huisarts doen. Eventueel kunt u de beweging thuis proberen. Overleg met uw huisarts of dat bij u kan. De Epley-beweging gaat als volgt. Draai uw hoofd naar de kant van het evenwichtsorgaan dat last geeft. In dit geval kijkt de patiënt bij de beweging 45 graden naar rechts. U gaat nu snel achterover liggen met uw schouders op een verhoging, zodat uw hoofd ongeveer 30 graden achterover komt te liggen. Zo'n verhoging kan een stevig kussen zijn of een stapel handdoeken. Bij deze Epley-beweging kunt u erg duizelig worden en soms ook misselijk. Met uw hoofd opzij en een beetje achterover blijft u daarom even liggen tot de duizeligheid voorbij is. Blijf uw hoofd 30 graden achterover houden en draai daarna uw hoofd snel naar de andere kant. U ligt in dit geval met uw hoofd schuin naar links en een beetje achterover. Wacht weer tot de duizeligheid voorbij is. Ga daarna op uw linkerzij liggen op zo'n manier dat uw hoofd naar beneden wijst. Til uw hoofd niet op. Wacht weer tot u niet meer duizelig bent. Kom daarna zijdelings omhoog en blijf even rustig zitten en wacht af tot er geen duizeligheid meer is. Doe de Epley-beweging thuis nog 1 of 2 keer op verschillende momenten. Als de duizeligheidsklachten na een week nog niet weg zijn, gaat u weer naar uw huisarts.